vind het ook niet gevaarlijk. Ik heb al een paar wedstrijden achter de rug. Ik heb zelf nooit wat opgelopen of zo. Het hangt er vanaf, als je blijft kijken, je hebt zelf gezien de partijen ervoor, rammen en rossen, dan krijg je altijd wat. Maar als je blijft kijken en rustig wat je getraind hebt, rustig doet, dan kunnen er geen ongelukken gebeuren. Met boksen ook, als je blijft kijken, gebeurt er niks. Je weet wat de tegenstander kan, ze trappen naar je benen, op je lever of zo. Je weet het, dus rustig blijven. Zodra je jezelf niet meer bent, dan krijg je klappen. Lijkt gevaarlijker dan het is? Het lijkt gevaarlijker. Men weet dat het hard is, daarom is het niet gevaarlijk. Voetballen is rustig, maar men doet gemene dingen, daarom is voetballen gevaarlijk. Lucien Carabine bokst tegen een in Frankrijk woonachtige Aziat, Xun Ban. Alvorens de partij begint, wil Xun Ban zich concentreren. Als dat gebeurd is, maakt hij een rondje om zijn tegenstander op zijn manier te intimideren. De partijen voor de A-klasse gaan over 5 ronden van 3 minuten. En al snel blijkt dat de intimidaties weinig effect hebben gehad. Lucien Carabine doet wat hij al zei, goed kijken en hij ontwijkt zijn tegenstander goed om dan steeds op het goede moment toe te slaan. Lucien Carabine is sterker en drijft zijn tegenstander voortdurend in het nauw. Carabine wint de eerste ronde op punten. In de tweede ronde gaat hij al meteen opnieuw in de aanval. Xun Ban is kansloos en het wachten is op de genadeklap. Die komt nu. Gezien de Nederlandse successen en enorme belangstelling zoals die zich in Amsterdam demonstreerde, lijkt het kickboksen een goede toekomst te hebben.